leuk al die kleurrijke oogschaduwpaletten, maar ain't nobody gotta wear it. This shit hurts, man. Even serieus. Ja, wie hou ik eigenlijk voor de gek? Ik gebruik dit toch gewoon echt niet. Ja, het zijn toch wel echt allemaal andere kleurtjes hoor, jongens. Het is gelukt om al mijn make-up in dit kastje te krijgen. Dit is dus alles wat weggaat. Hey, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag is het weer zover. Ik ga mijn hele make-up stash uitzoeken. Mijn hele make-up collectie. Maar dit keer wordt het echt anders dan anders. Want ik doe altijd best wel veel weg. Maar ik ga nu echt drastisch veel weg doen. En dat is omdat ik merk dat ik het gewoon echt, echt niet meer gebruik. Eerst was het nog wel een beetje zo dat ik er af en toe een product uithaalde. Of dat ik er super enthousiast van werd door er alleen maar naar te kijken. Maar ik merk gewoon dat ik er door de jaren heen steeds minder enthousiast van ben geworden. Van het hebben van zoveel make-up. Ik vind make-up nog steeds heel erg leuk. Maar ik heb niet meer zoveel make-up nodig. En ik word er ook niet meer blij van. En het neemt zoveel ruimte in beslag. En ik woon dus nu een jaar in Den Bosch. En ik merk dat ik het dus ook echt al een jaar niet heb aangeraakt. En dat heeft niks te maken met mijn leven op dit moment. Of dat ik nu in Den Bosch woon of zo. Maar ik heb het gewoon bijgehouden voor mezelf. Van oké, hoe vaak sinds de verhuizing heb ik ook maar iets uit die make-up collectie aangeraakt? Ja, niet dus. Behalve als een van mijn everyday producten op was en ik een vervanger nodig had, een backup. Maar niet als in, oh, ik heb echt zin om even lekker te tutten of zo. Elke keer dan denk ik, oh ja, die hele kast zit gewoon vol met producten die ik niet gebruik. En waar niemand in dit huis iets mee doet. Maar het neemt wel heel veel ruimte in beslag. En ik maak natuurlijk ook niet meer echt make-up video's. Heel af en toe komt er nog wel eens eentje of er komt iets voorbij in een vlog. Maar niet dat ik echt wekelijks een hele make-up look maak of nieuwe producten test. Dus ik heb het ook echt daarvoor niet meer nodig. Heel lang heb ik het bij me gehouden zo van, ja, maar het is wel mijn werk. Ja, inmiddels dus eigenlijk niet meer. En als ik er ook zelf privé niet meer blij van word, waarom zou ik het dan nog houden? Dus ik heb besloten dat ik echt heel erg veel weg ga doen en dat ik echt, echt, echt alleen maar producten ga houden waarvan ik ben overtuigd dat ik ze ook daadwerkelijk ga gebruiken nog. Ja. Leuk al die kleurrijke oogschaduwpaletten, maar ain't nobody gotta wear it anymore. Ik niet in ieder geval en Guus ook niet, dus ja. En om meteen de vraag ter vraag te tackelen, wat ga ik doen met de make-up die uit mijn collectie gaat? Nou, sommige dingen moeten gewoon de prullenbak in, omdat ze al heel veel gebruikt zijn of omdat ze misschien niet meer helemaal goed zijn. Andere producten laat ik altijd eerst door mijn vrienden en familie uitzoeken. En ik had bedacht dat het leuk is om van een aantal producten op Instagram een winactie te doen. Het zullen dan dus wel licht gebruikte producten zijn. Sommige helemaal niet gebruikt. Maar er zullen producten bij zitten die ik bijvoorbeeld één keer heb geswatcht of één keer heb gebruikt. Dus doe vooral lekker niet mee als je denkt, vies. Maar doe vooral wel mee als je denkt, oh ja, dat maakt me eigenlijk niet uit. Schoonmaken kunnen we de producten sowieso. Die winactie die zal één deze weken op @liefstlotte verschijnen. Op mijn Instagram account, dus volg me daar vooral als je benieuwd bent naar de winactie. En mij gewoon leuk vindt. Laten we maar gewoon gaan beginnen, want het wordt een lange video. Heel veel kijkplezier en alvast bedankt voor het kijken. Geef vooral ook eventjes een duimpje omhoog, dat zou ik heel erg leuk vinden. Doei! Nee, niet doei, gewoon veel kijkplezier. Goed, daar zijn we weer. De make-up kast. Het gaat om de bovenste twee lades en om dit kastje. Dit is mijn Dyson, daar heb ik nog geen mooier plekje voor gevonden, dus die staat hier op zich ook wel prima. Laten we beginnen met de twee lades. Hierin zitten al mijn oogschaduwpalettes. Nou, voor degene die mij nog kennen als Lotte Loves Beauty, weet je dat dit echt al heel veel minder is dan ik ooit had. Maar alsnog, ik raak het gewoon echt niet aan. Het is zo zonde om dit allemaal maar te bewaren, terwijl ik het gewoon echt niet gebruik. Dus ja, daar gaat er echt een heleboel van weg, als het goed is. Hier liggen al mijn gezichtsmake-up producten. Dus dit zijn alle poeders. Wat blush en highlighter betreft, dit zijn bronzers, dit zijn alle sprays en primers en dit zijn poeders, concealers en dit zijn al mijn creams. Laten we maar beginnen bij de oogschaduwla. Maakt ook niet zoveel uit waar we beginnen. Oké, ja, deze. Jullie kennen hem allemaal wel. Oké, weet je wat ik ga doen? Om het mezelf iets makkelijker te maken. Ik ga even een stapeltje maken van ja, die ga ik sowieso niet gebruiken en ja, die
misschien wel. Dus die kan ik nog houden. En dan daarna ga ik daar heel kritisch doorheen. Dit is zo'n paletje dat supergoed kan. Altijd. Dus die gaat even op de... Moet ik straks nog doorheen stapel. Deze Tartelette Flirt. Ja, super mooi. Maar ik vind de kleuren toch net iets te koperachtig en te warm. Dus die gaat weg. Deze van Charlotte Tilbury. Ik neig ook naar... Even zwartje. Ja, leg ik even op de twijfel. Deze van MUA, die gaat eruit. One down, two to go. Ja, dit is echt mijn allesie. Samen met dit palet. Ik moet ze weer eventjes organiseren. Maar in principe denk ik ook dat als ik deze twee paletjes heb, mocht ik dan een keertje iets kleurrijks doen, dan ben ik gewoon klaar. Want dan heb ik deze twee paletjes. Dus die gaan op de wil ik eigenlijk wel houden stapel. Dan deze Urban Decay Born to Run. Ja, super mooi, maar ik gebruik het niet. Dus die gaat weg. Klein beetje met pijn in mijn hart, maar ik moet hier echt nu echt strenger dan ooit in zijn. Deze van Charlotte Tilbury is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Je ziet het ook. Ik heb hem echt amper aangeraakt. Gaat weg. Ai, 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 ai. Deze. Ja, prachtig. Maar ik gebruik het gewoon niet meer. Deze gaat ook weg. Ai, ai, ai. This shit hurts, man. Even serieus. Dit was ook een van mijn favorieten. Super mooi, maar ik gebruik het gewoon niet. Dus het gaat weg. Nou, sommige gaan makkelijker dan ik had verwacht. Deze gaat ook weg. Oh man. Ja, ik moet dit echt... Ik moet dit doen. Deze is ook zo onwijs mooi. Maar er zitten te veel kleuren in die ik niet gebruik. Ja, die gaat toch weg ook. Oh, dit vind ik dan weer een lastige. Want die oogschaduws zijn gewoon super goed van Nabla. Kijk, misschien kan ik een beetje mixen en matchen met deze. Want hier zitten er ook een aantal in die echt zo goed als stuk zijn. Bijvoorbeeld deze. Ja, die gaat nog even op de moet ik nog doorheen stapel. Deze, ja, is ook echt heel lang een groot favoriet geweest. Maar die gaat wel weg ook. Ja. Deze. Weet ik eigenlijk al. Gaat ook weg. Ja, super tof. Maar gebruik ik gewoon niet. Deze. Dit is een van mijn nieuwste aanwinsten. Dat vind ik dan nog wel leuk om te bewaren. Dus die gaat even op de moet ik nog doorheen stapel. Dan mijn Urban Decay Book of Shadows. Dit was mijn eerste grote oogschaduwpalet. Jullie zien deze in elke make-up opruim video terugkomen. Maar ik ga hem nu wel wegdoen, want ik gebruik hem niet. En het is echt een flink palet. Neemt superveel ruimte in beslag. Ja, die is dus wel echt met pijn in mijn hart. Dan het palet van Nikki. Voor Beauty Bay. Ook deze gaat weg. Ah, waarom doe ik dit? Ja, ik weet heel goed waarom ik dit doe. Ik ben gewoon klaar met al die spullen die ik niet gebruik. Mijn Jaclyn Hill palet volume 2. Ja, is natuurlijk ook echt geweldig. Maar wanneer gebruik ik die kleuren? Nooit. Dus die gaat er ook uit. En mijn James Charles X Morphe palet. Ja, hier kan ik echt een van de nichtjes van Guus of zo wel heel erg blij mee maken, denk ik. Want voor mij is dit het gewoon niet meer. Nope. Even voor jullie beeldvorming. Deze hele stapel gaat er dus sowieso al uit. Dus dat zijn... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 paletjes. En dan is dit dus over op de misschien houden stapel. Ja, eigenlijk weet ik het al. Ik blijf erbij dat ik deze wil houden. Deze twee Z-palettes. Deze gaat weg. Deze gaat ook weg. Ik denk dus dat ik... Ja, deze gaat dus ook weg, want... Ik vind het super leuk en prachtig. Maar ik denk gewoon dat ik hier iemand anders echt veel blijer mee ga maken. Omdat er gewoon een heleboel kleuren in zitten die ik toch nooit ga gebruiken. Dus deze gaat ook weg. En dan hou ik dus mijn drie Z-palettes over. Die wil ik dan even opnieuw inrichten en even goed schoonmaken. En mocht ik dan een keertje iets mee willen nemen, dan kan ik gewoon een paar kleurtjes hierin doen. Weet je wel? Dus ik hou deze drie. Dat vind ik wel echt heel schappelijk van mezelf. En de rest gaat allemaal weg.
Dan gaan we door naar deze la. En die ga ik even per bakje doen. Ik denk dat deze het moeilijkst wordt. Dus ik maak het mezelf even makkelijk en ga bij dit mandje beginnen. Dit vind ik heel chill. Dit is dezelfde, maar dan een kleintje. Ik heb best wel een droge huid. En als ik dan mijn dagcreme en zo opdoe, dan vind ik deze heel erg fijn om daarna nog eventjes op mijn gezicht te sprayen. Het is gewoon water uit de Alpen. Thermaal water. Het slaat niet echt ergens op, maar er zit geen alcohol in. En het is voor mij gewoon een hele fijne opfrisser voor de huid. Waardoor mijn make-up, als ik dan wat meer make-up draag, heel mooi aanbrengt. En ja, het is gewoon een fijne hydratatie die ik goed kan gebruiken. Dus die hou ik. Even kijken hoor. Ik heb een aantal foundations. Dit zijn mijn foundations. Nou, ik zag sowieso dat deze, die ziet er niet zo goed meer uit. Die is van Becca, dus die gaat sowieso weg. Deze van Morphe doe ik ook weg. Als ik foundation gebruik, dan gebruik ik eigenlijk altijd deze. En echt maar een heel klein beetje, want deze is mega dekkend. Maar die hou ik dan dus wel. Ja, en bij deze denk ik dan, even naar deze kleur kijken. Want in mijn beleving is die vrij licht. Ja, ik denk dat deze dus eigenlijk al te licht is voor mij. Dus die ga ik eruit doen. Die heb ik nog niet zo lang, dus daar kan wel iemand anders blij van worden. Maar je ziet gewoon dat die meer een highlighter is bij mij dan een foundation. Ja, ik ga deze even alle drie swatchen. Dit is de 020 Warm Beige van Catrice. Dit is de 030 Neutral Sand van Catrice. En dit is van Milani, de Conceal and Perfect. 00 Light Natural. Oké, deze. Oeh, deze is wel heel dik, vind ik eigenlijk. Nou, die van Milani doe ik weg. Ik weet niet of je dat kan zien, maar die heeft echt een heel dikkige substantie. Dat vind ik eigenlijk niet prettig. Die van Catrice voelt dan net wat prettiger aan. En ik denk, als ik het zo zie, dat de linker kleur voor mij het beste is. Dus dan hou ik deze en dan gaan de andere twee eruit. Nou, helemaal prima. Dan heb ik twee foundations. Dat vind ik acceptabel. Nou, ik zie dat ik er nog twee heb. Dit is de Bear With Me. Nou, die doe ik dan maar gewoon weg nu. Dit is een, meer een BB cream met SPF 30 erin. Dus die hou ik wel. Maar dat is echt wel een ander soort product. Primers. Ja, dit ook. Ik gebruik nooit primer. En ik heb er gewoon nog eentje in de doos ook. Als ik primer gebruik, dan is het altijd een van deze twee. Dit is mijn Pixi Primer met vitamine C. Die is gewoon heel erg fijn voor als je een wat drogere huid hebt. Want het is een olie primer. En deze is heel erg fijn omdat er SPF 50 in zit van Charlotte Tilbury. Dus eigenlijk ben ik er al wel uit. En ga ik deze gewoon allemaal wegdoen. Want ik gebruik het gewoon niet. Ik vond die van Becca altijd super fijn toen ik nog wat meer make-up droeg. Maar nu heb ik er gewoon niet meer echt wat aan. Dan heb ik hier nog dit. Het is een heel geliefd product zoals je ziet. Van Charlotte Tilbury. De Hollywood Flawless Filter. Alleen is dit een soort van vloeibare highlighter-achtig iets. Die ik heel erg graag gebruik. Dus die hou ik ook. Maar die, ja, valt een beetje in een tussencategorie. De sprays. Deze, ik kan me herinneren dat die echt best wel veel glitter bevat. Hele fijne glitter, maar toch. Op zich wel mooi, maar ik gebruik hem daardoor toch niet. Dus die gaat er ook uit. Deze, ik weet niet. Nee, heb ik niet echt een feeling mee, dus die kan eruit. Dit is mijn favoriete setting spray, dus die wil ik dan wel houden. Deze, die kan er nu ook uit. Ja, dit is ook een hele fijne finishing spray, dus die wil ik wel houden. En deze gaat eruit. Deze is ook heel erg fijn, setting spray, voor als je dan wel wat meer make-up draagt. Deze gaat eruit en deze gaat er ook uit. Oké, dan de concealers. Ik ga gewoon een beetje op gevoel af hierbij. Deze ziet er qua kleur niet helemaal geschikt uit. Deze allebei trouwens niet echt per se. Zijn best wel cool van kleur, dus die gaan eruit. Deze heb ik al heel lang, dus die gaat er ook maar gewoon uit nu. Deze vind ik heel fijn van NYX, dus die hou ik even apart. En deze twee wil ik eigenlijk nog testen, dus die hou ik ook even apart. Ik vind deze qua kleur er ook een beetje twijfelachtig uitzien voor mij. Is misschien net te peachy. Deze vind ik heel fijn. Is echt een geweldig concealer. Dus die wil ik graag houden. En dan doe ik deze ook maar weg. Dan heb ik dus vier concealers. Vind ik eigenlijk te veel. Ik laat het voor nu heel even hierbij. Poeders gebruik ik echt zo goed als niet. Die van Becca doe ik eruit. Die van Laura Mercier hou ik dan wel. Deze van Becca doe ik er ook uit. Eén pressed powder heb ik. Nou, dat is dan nog wel handig.
En deze is niet tearproofvrij, dus die gaat er ook uit. Die was ik aan het opmaken, maar ik gebruik nooit poeder, dus ik maak het ook niet op. Gaan we door naar de bronzers. Oké, dit is de bronzer die ik eigenlijk altijd gebruik. Is een cream bronzer van Revolution. Ziet er lekker goor uit, maar die hou ik. Deze, oeh, die is echt donker, man. Die doe ik eruit. Deze, ja, ik vind die van Essence en Catrice, die bronzers, vind ik altijd super fijn. Maar ik hoef er niet. Deze is van Catrice en deze is ook van Catrice. Deze vind ik ook eigenlijk net iets te donker. Dus die doe ik eruit. Oké, ik heb zo dat ik deze hou. Dan gaat die van Catrice weg. En deze hou ik ook. Dan heb ik twee bronzers. Eén iets koelere en één iets warmere. Poederbronzers althans, want ik heb ook een paar creamy bronzers. Dan deze categorie. En ik ga ervan uit dat ik deze categorie moeilijk ga vinden. Because I love blushes and highlighters. Oh, ik wil dit niet. Maar ik ga het toch doen. Deze kan weg. Ik moet hierin echt nu streng zijn. Kan weg. Hup. Bij twijfel weg. Ja, deze is super mooi. Dit is echt een geweldige glitter highlighter. Die wil ik wel graag houden. Deze ook super mooi. Ja. Fenty Beauty heeft echt fantastisch mooie producten. Deze doe ik dan nu weg van Ofra. Deze doe ik ook weg. Deze van Douglas. Ja, doe ik ook weg. Dan heb ik er nog een paar van Becca. Heb ik ook niet gebruikt sinds de vorige uitruimsessie. Ja, vind ik ook te donker. Deze van Sleek. Rose Gold. Ja, dit is toch wel een van de mooiste die er is. Die wil ik gewoon houden. Hey, ik wist niet dat ik deze nog had. Die lag waarschijnlijk ergens in een make-up tasje of zo. Dit is wel echt een van de mooiste blushes die er ooit heeft bestaan. Maar hij is niet tearproofvrij, dus hij gaat er toch uit. Deze vind ik ook echt heel mooi. Die hou ik ook. Deze gaat er nu uit. Is echt te roze, gebruik ik gewoon niet. Deze ziet er heel mooi uit, maar die highlighter is super glitterig. Dus was echt een beetje een miskoop. Die gaat eruit. Deze is prachtig, maar trekt me niet meer zo. En dan hebben we nog deze highlighter. Ja. Ik ga eerst even kijken wat hierin zit. Oké, ik hou dan liever dit. Dan één zo'n hele grote highlighter. Dus deze gaat eruit. En deze hou ik. Dit is wel echt het allermooiste. Die moet ik echt gaan gebruiken. Ik gebruik hem steeds niet omdat ik hem zo mooi vind. Maar daar moet ik dus vanaf. Dan het bakje met de creams. Een putty blush. Ja, ik ben toch meer van de cream blush. Als in die je gewoon in deze vorm op je gezicht kunt doen. Dus deze gaat eruit. Oh ja, mijn Milk Beauty highlighter. Die moet ik ook weer eens gaan gebruiken. Die hou ik. Favoriete producten ever van Charlotte Tilbury. Mijn blushes en mijn highlighters en mijn bronzers. Ja, die hou ik ook. Dat is gewoon echt iets wat ik echt heel graag gebruik. Als ik me dan een keer leuk opmaak. Deze gaat eruit. Het is een concealer, maar te donker. En ik dacht, die gebruik ik dan misschien als bronzer. Maar dat doe ik niet. Dit is ook wel een hele mooie liquid blush. Die wil ik ook wel houden. En dan hier misschien in eerste instantie maar eentje van. Die zijn ook echt super fijn, die blushes van Morphe. Ik draag sowieso eigenlijk alleen nog maar creamy blushes en highlighters. Dus daar mag ik er dan wel ietsje meer van houden van mezelf dan van de poeders. Omdat dat gewoon iets is wat ook best wel snel opgaat. En waar ik echt plezier van heb, zeg maar. Ik denk dat ik die roze toch iets te fel vind. Ja, oké, dan hou ik deze. En dan gaat die roze eruit. Dan is dit uit deze la wat er overblijft. Ik ga het niet zo in deze bakjes bewaren hoor. Maar dat jullie even een beeld hebben. Dit zijn alle primers, foundations en finishing sprays. En twee poeders en concealers. Hier mijn cream products. Blush, highlighter, bronzer. En dit is trouwens ook een cream. En dit zijn dan de poeders die ik overhoud. Dit heb ik wel goed gedaan voor iemand die wel heel erg van blush en highlighter en zo houdt. Ik denk dat ik deze toch ook maar weg ga doen. Want ik vind die olie primer toch fijner. En gebruik dan liever een aparte SPF.
Als in gewoon echt een SPF crème. Dus deze primer gaat er ook nog uit. Oh, en dit is dus trouwens mijn zelfbruiner. Die hoort hier niet per se bij, maar nou. En dit gaat er dus allemaal uit. Dat is echt superveel. Ja. Of ik het ga missen? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Het zijn echt prachtige producten, maar nee, ik kan me niet voorstellen dat ik er echt iets heel erg van ga missen of zo. Nou, en dan nu dit kastje. Let's go. We gaan vandaag van boven naar onder. Nou, hier liggen mijn beauty blenders. Die wil ik wel graag houden. Want ja, die gebruik ik gewoon. Ik moet de mijne ook weer vervangen. Dus dan kan ik er weer eentje pakken hier vandaan. Dat is gewoon de manier voor mij om mijn make-up aan te brengen. Ik doe alleen die kleine weg, want die gebruik ik gewoon niet. Dit hoort bij zelfbruinen, dus die hou ik ook. Dan zijn dit de kwasten die niet in mijn echt elke dag routine zitten. Daar kunnen er echt wel een heleboel van weg. Kijk, bijvoorbeeld zo'n platte, die gebruik ik gewoon echt niet meer. Dus die kan eruit. Dit is een poederkwast, maar dit is ook een poederkwast. Welke vind ik dan fijner? Ik denk dat ik dan deze niet. Dus die gaat er ook uit. Deze is net ietsje fluffier. Nog een poederkwast. Vind ik te zacht. Die kan eruit. Schuin afgesneden kwast, maar die heb ik hier al. En deze vind ik heel fijn, dus dan doe ik deze weg. Gebruik ik niet zo'n kwast. Deze kan op zich wel fijn zijn voor blush, dus die wil ik wel houden. Deze, zo'n platte, gebruik ik niet, kan eruit. Deze vind ik te fluffy, kan er ook uit. Schuin afgesneden kwast vind ik te fluffy. Deze voor highlighter, ja. Ik heb liever een andere voor highlighter, dus die gaat er ook uit. Deze, nee, vind ik te buff dan weer. Dit is mijn favoriete poederkwast. Die echt gewassen moet worden zoals je ziet. Maar ik gebruik eigenlijk de laatste tijd geen poeder. Dus vandaar dat die hier ongebruikt ligt. Onaangeraakt op dit moment. Die heb ik ook echt al 100 jaar. Maar die hou ik. Dat is gewoon mijn favoriet. Ja, zoiets gebruik ik niet. Kan weg. Oh, heel veel kwasten zijn ook zo, ja, zijn net schilderkwasten, joh. Zo veel te fluffy. Ja. Dit vind ik wel een fijn kwastje, die wil ik wel houden. Deze. Ja. Ja, ik gebruik eigenlijk vrijwel alleen maar blending kwasten. Maar deze vind ik dan weer net zo'n kinderkwast. Ja, gewoon veel te losjes. Nee. Vind ik ook niet fijn. Nou. Ja, deze is wel iets fijner. Wat is nou het verschil tussen deze twee? Ah, die is langer. Ik snap het al. Deze is wel fijn. Dan nog een plat kwastje. Kan wel handig zijn. En nog een crease brush. Oké. Okay. Ja, dan zijn dit de kwasten die ik hou. Plus mijn eigen dagelijkse kwasten. Maar dat zijn er maar 3 of zo. Dan hebben we hier de nepwimpers. Letterlijk geen enkele keer sinds de vorige keer dat ik deze video maakte heb ik nepwimpers gedragen. Het zegt dus voor mij ook al wel dat er echt wel een aantal uit kunnen. Bijvoorbeeld dit. Die zijn eigenlijk te kort vergeleken met mijn eigen wimpers. Ook misschien te dik. Dus die gaan eruit. Dit vind ik dan wel leuk van die individuals. Daar heb ik er ook wel een paar van uitgehaald. Die wil ik houden. Deze. Ja, die gaan eruit. De wispies gaan er ook uit. Deze leg ik even op de misschien. Ja, welke vind ik dan mooier van deze? Ik denk dat ik deze al iets te heftig vind. Dus misschien dan toch deze houden en deze eruit. Deze vind ik eigenlijk ook te heftig. Die gaan eruit. Dit is ook een stijl die ik niet echt zou dragen, denk ik. Die gaan eruit. Deze vind ik ook niet zo mooi. Die gaan eruit. Deze vind ik wel eigenlijk mooi. Deze wil ik wel houden misschien. Deze vind ik veel te heftig. Die kunnen eruit. Deze, ja, ik weet niet. Dit vind ik echt veel te heftig allemaal. Nee. Ik wil altijd, als ik nepwimpers draag, moeten ze er echt zo natuurlijk mogelijk uitzien. Deze zijn wel heel mooi. Die zijn van Primark. Ik heb de verpakking alleen niet meer. Nee, ik kan weg. Deze zijn te lang voor mij. Deze vind ik wel mooi. Deze zijn ook heel mooi. Deze vind ik dan weer veel te heftig. Deze vind ik ook te heftig. Oké.
Deze zijn denk ik trouwens te kort voor mij. Dus ik haal deze er ook uit. De volgende la. Dit zijn allemaal mascara's. Die nog ongeopend zijn. Dus daarbij heb ik op zich zoiets van... Ze zijn ook allemaal dierproefvrij. Zo van misschien moet ik die dan maar gewoon even houden. Ja, ik vind alleen deze niet zo fijn. Van Charlotte Tilbury. Daar heb ik er al een keertje eentje van geopend. En vervolgens niet gebruikt. Omdat ik hem gewoon niet zo goed vind. Dus deze gaat eruit. De rest kan er gewoon in principe in blijven. Dit is net als de vorige keer. Toen zei ik ook al, ja, ik draag het gewoon niet. Een zwarte glitter liner, die kan eruit. Dan heb ik hier mijn zwarte vloeibare liner. Ja, ik gebruik dan toch liever een stift. Dus deze gaat er ook uit. Dit zijn dan mijn drie eyeliners die ik nog heb. Gewoon de normale veldtip eyeliners. Ik doe het heel even hier hoor. Want deze twee zijn allebei niet gewone eyeliners. Maar die hebben een soort van glue erin. Voor nepwimpers. Ik heb het nog niet gebruikt omdat ik dus nog geen nepwimpers heb gedragen. Maar ik hoef er op zich ook niet twee. Dus dan hou ik die van Kruidvat eigen merk. En die andere kan iemand anders dan proberen. Nou, dan heb ik hier twee zwarte oogpotloden. Nou ja, ze zijn trouwens niet allebei volledig zwart. Die ene is echt pikzwart en die andere is meer een beetje donkergrijs. Jullie zien het verschil denk ik wel. Die donkergrijze doe ik dan weg en dan hou ik die die echt pikzwart is. Een wit oogpotloodje en een huidkleurig oogpotloodje. Die allebei geslepen moeten worden, maar dat vind ik dan wel fijn om te hebben. En hier een heleboel lash glue. Heb twee keer de dark tone. Dus dan doe ik daar eentje van weg. Want één zit nog dicht. Oh, en de andere drie zijn alle drie al in gebruik. Dus dat vind ik niet zo fris om dan weg te geven. Maar die hou ik dan wel. Dan doe ik deze kleintjes eruit. Nou, dan gaan we naar de wenkbrauwen. En de vorige keer had ik nog zoiets van... Ja, ik heb natuurlijk mijn wenkbrauwen laten doen. Maar het is misschien toch handig om nog iets daarvan te bewaren. Maar inmiddels denk ik, ja, waarom? Ik heb inderdaad mijn wenkbrauwen laten doen. En gebruik dus ook geen... wenkbrauwproduct meer, behalve transparante gel. Die ga ik er gewoon allemaal maar uit doen nu. Dus ook de brow fix. En ook mijn wenkbrauwpoedertje. Die kunnen er gewoon uit. En hetzelfde geldt voor mijn pomades. Ja. Ik ga dat gewoon echt niet meer gebruiken. Ja, zo'n getinte wenkbrauwgel hoef ik dus ook niet. Die kan er ook uit. De rest is allemaal transparant. Dus die wil ik wel houden. Die doe ik even hierbij. Oh, hier heb ik ook nog een brow fix. Wat is dit allemaal? Pigment primer, multitasker, glitter primer. Ik gebruik geen pigments meer, dus die kan er dan uit. En dan vind ik deze nog wel leuk om te bewaren. Nou, de primer potion. Als ik oogschaduw draag, dan draag ik altijd deze eronder. Dus dat wil ik ook wel bewaren. Dan heb ik hier al mijn gekleurde liners die ik allemaal niet heb gedragen de afgelopen tijd. Dus ik ga hier gewoon nu heel kritisch in zijn. Wit vind ik altijd fijn om te hebben. Een glitter eyeliner vind ik leuk voor kerst. Maar bijvoorbeeld die donkerblauwe die kan eruit. Deze kan eruit. Deze rode kan er ook uit. Dat draag ik gewoon echt, echt niet. Ja, die kan eruit. Wat is dit? Een beetje grijsachtig. Nou, dat staat me niet, dus die kan er ook uit. Ik weet überhaupt niet waarom ik die in eerste instantie heb bewaard. Deze is echt super felblauw, dat vind ik dan wel leuk. Deze kan eruit. En deze, die is bruin, dat vind ik wel leuk. Dit is mijn sproetjespen. Ja, vind ik wel geinig. Is ook handig om puistjes mee aan te stippen. Lifehack. En deze hou ik ook, want dat is leuk voor kerst. Ja, en dan heb ik nog deze. Als ik dan iets hiervan zou dragen, dan zou het waarschijnlijk de roze of de gele zijn. Dus dan doe ik de groene en de turquoise weg. Dit is gel eyeliner trouwens. De volgende la. Dit zijn allemaal lippenbalsems. Nou, dat is altijd wel fijn om dat een beetje op voorraad te hebben. Maar bijvoorbeeld deze, die zou ik denk ik niet zo snel pakken. Want daar zit ook een parelmoer glansje in. Dus die kan eruit. De rest wil ik eigenlijk wel... houden. Ik ga nu toch afscheid nemen van deze prachtige oogschaduw, want ik gebruik het gewoon niet. Deze zilveren glitter gaat ook weg. Dit is toch ook niet iets wat ik snel zou gebruiken, denk ik. Gaat ook weg. Hetzelfde geldt voor deze. Deze doe ik ook weg. Goud vind ik dan nog wel een soort van interessant of zo. Paars spreekt me ook wel heel erg aan. Maar dit, bijvoorbeeld dat holografische, dan denk ik, ja, nee... Deze kan ook weg, die hele donkerblauwige.
Ja, wie hou ik eigenlijk voor de gek? Ik gebruik dit toch gewoon echt niet. Nee. Deze sterretjes vind ik dan nog wel geinig of zo. Want dat gaat ook gewoon makkelijk. 1 sterretje opplakken. And you're done. Deze vind ik wel heel erg mooi. Die wil ik nog wel houden. Deze kan weg. Dit zijn allemaal prachtige pigments, maar ik gebruik het gewoon niet. Gewoon echt niet, niet, niet. Deze is wel heel mooi. Alle oogschaduwpigments die doe ik er gewoon uit. Behalve bijvoorbeeld deze, want die kan je ook nog als een highlighter gebruiken, weet je wel. Maar ja, dit, dat draag ik gewoon echt niet. Deze is ook wel heel mooi. Die is echt mooi voor kerst ook. Ja, dan denk ik, waar ga ik dit nou eigenlijk voor gebruiken, Lotte? Dit gaat er ook uit. Ja, ik moet echt streng zijn. Echt, echt streng zijn. Ja, hier, dit is gewoon heel simpel blauw. Allemaal hetzelfde formaat. Hier nog een pigment, die kan eruit. Goed zo, Lotte. Gewoon streng zijn. Ik hoef niet 3 witachtige glitterdingetjes. Ik vind dan deze leuker. Dus deze gaat eruit. Die sterretjes zijn wel leuk ook. Dit zijn hartjes, vind ik ook cute. Dit roze kan eruit. Brons kan er ook wel uit. Deze. Die is ook wel heel leuk eigenlijk. Deze kan eruit. Dit kan eruit. Deze kan eruit. Deze. Oh, die zat al open. Kan eruit. En deze, wat is dit? Holografisch. Nee, ik wil deze toch ook niet. Zo, huppakee. Oké. Ga ik dit echt gebruiken? Nee, ik denk het niet. Hup. Weg ermee voordat ik me bedenk. Oké, dus dan heb ik nog 4 leuke glitterdingetjes. 2 prachtige pigments. Zilveren sterretjes. En dit zijn ook wel leuke dingetjes. Dit is oké, dit is acceptabel. Dan dit. Deze ga ik er nu uit doen. Deze ook. Deze ga ik ook niet meer gebruiken. Gaat eruit. Die roze gaat er ook uit. Deze vind ik denk ik te brons misschien ook. Oh nee, die vind ik wel nog steeds heel mooi. Hihi. Deze, is die niet al uitgedroogd? Voor mijn gevoel wel. Ja, dus die gaat er ook uit. Deze is ook prachtig. Glitter Goals. Maar is uitgedroogd. Oh, daar word ik blij van, want dat maakt de beslissing om iets wel of niet te houden natuurlijk een stuk makkelijker. Dit is een gouden. Is ook redelijk uitgedroogd. Nou, die kan nog wel. Is wel leuk om ook een gouden te houden. Wat is dit? Zilver draag ik niet. Kan weg. Deze draag ik niet. Kan ook weg. Is wel heel mooi. Maar ik draag het niet. Dus snel weg ermee. Deze is wel echt prachtig. Die hoort bij dat liquid dingetje wat ik heb. Deze hou ik. Die moet ik echt vaker gaan dragen. Deze gaat weg. Die heb ik laatst gekocht, maar was toch een beetje een miskoop. Deze gaat weg. En deze 2 vind ik dan wel heel erg leuk om te gebruiken als ik dus een feestje heb. Misschien doe ik die volgende week op mijn verjaardag wel op. Een beetje op mijn jukbeen voor a little glam. Gewoon leuk, een beetje feestelijk glitter. Toch? Ja. De lip pencils. Dit slaat helemaal nergens op. Hiervan hou ik gewoon echt alleen kleuren die ik echt heel mooi vind. Deze wil ik houden. Deze is volgens mij best wel bruinig. Ja, die kan weg. Ik krijg er zo'n chocoladesnor van. Deze. Ja, die is wel mooi, maar deze kan weg. Zit nog ingepakt. Nee, te koraal. Deze te roze, denk ik. Denk ik. Ja, is te framboos. Deze, ja, die zijn wel heel fijn, die van Nabla. Dus ik moet ze ook weer niet allemaal nu weg gaan doen. Deze is te oranjeachtig. Deze is mooi. Deze is heel mooi van Primark, die wil ik wel houden. Deze is ook heel mooi van Kylie, die wil ik ook wel houden. Ik moet ze ook echt slijpen. Oh ja, deze is ook mooi. Deze ook heel mooi. Ja, lastig te zien ook zo, hè. Deze vind ik bijvoorbeeld dan weer veel te fel. Die kan eruit. Dit. Ja, deze is ook heel fijn. Ik hou ze gewoon in de My Lips But Better-achtige kleurtjes. Ja, vind ik ook wel leuk. Deze zit nog dicht, dus dat hou ik ook zo. Deze is te fel.
Deze is wel heel mooi. Ik denk dat deze te paarsig is. Ja, te rozig eigenlijk. Die kan eruit. Deze zit nog dicht, dus die kan eruit. Deze zit nog dicht, dus die kan eruit. En deze zit nog dicht, dus die kan eruit. Hier kan denk ik meer van weg, want donkere kleuren draag ik veel minder. Ja, dan moet ik ook gewoon even... Dit is te fel bijvoorbeeld. Deze bleef niet zo goed zitten. Deze is een beetje oranjeachtig. Oeh, die is heel fel. Dat draag ik eigenlijk nooit. Ik draag meer dan dit soort roodtinten die ietsje donkerder zijn. Deze zit nog dicht, dus die laat ik ook dicht. Deze zit nog dicht, dus die laat ik ook dicht. Ja, deze is wel ook echt prachtig. Alles wat dicht zit, laat ik dicht. Want dat zegt in principe genoeg natuurlijk. Het is ook niet iets wat ik het afgelopen jaar heb gekocht of zo. Deze is wel mooi ook. Deze is ook wel erg mooi. Nou ja, deze is metallic. Dat is volgens mij een oogpotlood. Ja, die hoef ik niet. Lekker. Deze knalroze. Ik heb wel een knalroze lipstick. Dus dan denk ik, ja, is misschien dan toch handig om te bewaren. Deze zit nog dicht. Ja, zo'n kleurtje heb ik dus nu al wel. Nog een mooie donkerrode. Yep. Dan kan deze weg, want rood heb ik nu al wel eigenlijk. En dit is een bruine, maar die vind ik te bruinig. Oké. Nou, dit is dan wat ik hou aan lipliners. Zo. Het laadje daarboven is eigenlijk gewoon een beetje een rommellaadje met allemaal kleine spulletjes. Dit kan trouwens wel weg. Nog meer glitter heb ik gewoon echt niet nodig. Zo'n rommellaadje heb ik ook wel echt ergens in huis nodig. Dus ja, here it is. De lipla. Ik hou gewoon van lipgloss en lippenstift. Dat draag ik ook in principe gewoon echt elke dag. Dus ik denk dat ik hier in verhouding het minste van ga wegdoen. Maar ik zie echt al wel een paar dingen waarvan ik denk, oh ja, die kunnen wel weg. Zoals deze liquid lipsticks. En deze ook trouwens. Die ga ik nu wegdoen. Dit is eigenlijk de enige die ik echt... Dit is trouwens ook een liquid lipstick. Die kan ook weg. Dit is de enige die ik echt, echt nog zou dragen. Van Stila. Patina heet die. En verder... Ja. Oeh, deze ruikt heel chemisch. Die moet weg. Deze is echt super glitterig volgens mij. Ja, die ruikt wel nog goed, maar ik denk dat ik deze dan weer niet zo snel draag, omdat die echt heel glitterig is. Dus die gaat eruit. Ja, deze vind ik gewoon heel erg mooi. Die NYX Lingerie Glossjes. Die zijn echt prachtig, dus die wil ik wel houden. Dit is volgens mij, ja, dit is zo'n lip lacquer. Dus die blijft heel erg lang zitten, maar die heeft dus ook een gloss. Dus is anders dan een lipstick. Maar ik draag dat gewoon niet, omdat ik het niet chill vind. Deze is ook echt super shimmery. Is wel nog goed, maar ik vind hem te shimmery. Deze heb ik in twee verschillende kleurtjes. Deze zijn echt prachtig. Deze zit nog dicht. Deze is wel al open. Ja, die wil ik eigenlijk wel houden. Ook heel erg mooi, maar heb ik toch wat minder mee. En is ook al best wel lang open, dus die doe ik nu weg. Dit was echt heel lang mijn favoriete lipgloss. Dat zie je ook wel. Heb ik veel gedragen. Die hou ik van Nabla. Dan deze van Bare Minerals. Dat is net een wat donkerdere kleur. Die vind ik ook erg mooi. Wil ik ook wel houden. Deze is heel licht van Kruidvat. Die ga ik wegdoen. Dan heb ik nog deze van Catrice. Ook ontzettend mooi. Ja, dit zijn gewoon echt mijn go-to kleuren. Dat zie je ook wel heel duidelijk terug in de producten die ik nog heb. Deze is ook heel fijn. Deze is dan wat meer transparant. Maar die is meer verzorgend. Deze. Oeh, even kijken hoor. Want ik heb ook die andere van Nabla. Die is net ietsje lichter. Deze vind ik te licht in ieder geval. Dus deze gaat weg. Dan hou ik die donkerdere wel. Ja, deze is ook echt prachtig. Van Essence. Die hou ik. Deze twee zijn ook heel fijn van Charlotte Tilbury. Die geven meer gewoon een doorzichtig glansje. Niet echt kleur. Die wil ik wel houden. Dit is een van mijn favorieten van Kruidvat. Die hou ik ook. Ja, deze van Kiko. Het zijn hele fijne glossjes. Maar ik merk dat ik deze toch niet echt pak. Omdat die gewoon te glitterig voor me is. Dus deze gaat eruit.
Deze van Fenty Beauty is echt fantastisch. Die hou ik sowieso. Is ook een favoriet die ik eigenlijk vaker moet dragen. Maar dit is echt zo'n product wat ik dan niet wil dragen. Omdat ik niet wil dat die opgaat. Echt idioot eigenlijk. Oké, dus dat zijn de glossjes. Ja, misschien moet ik dan toch die donkerdere van Nabla ook maar wegdoen. Ik heb zoveel lipgloss anders. Ja, ik doe hem gewoon weg. Zo, huppakee. Dan ga ik straks nog even door de rest heen. Hé, hier is ook nog een gloss. Nou, dan doe ik die nu weg. Dat is gewoon een transparante gloss. Heb ik op zich al wel. De lipsticks. Deze. Twijfel ik over. Vind ik erg bruinig. Maar ik ga hem even swatchen. Ja, dit draag ik niet. Is echt te bruin voor mij. Super fijne lipstick van Charlotte Tilbury. Maar is gewoon niet mijn kleur. Dit is dan veel meer mijn kleur. Al vind ik deze wel erg fel trouwens. Dus deze doe ik ook weg. Maar ik ben toch wel meer van de oud-rozere kleuren dan van dat bruin-oranje-achtig. Kijk, dit is meer mijn kleur. Die vind ik heel mooi. Dus die hou ik. Dan deze van Inglot. Die stuk kan ik me herinneren. Wel ook erg mooi. Die hou ik. Dan een mooie rode. Die is echt te fel rood voor mij. Die ga ik niet dragen. Dan deze. Die is ook echt prachtig. Oh, dit soort tinten. Ik wou dat ik het vaker zou dragen. Maar ik doe deze weg. Want dit soort tinten draag ik eigenlijk alleen als ze echt mat zijn. Want anders blijft het gewoon niet goed genoeg zitten. Deze vind ik nog mooier eigenlijk. Deze gaat even op de twijfel. Dan van Catrice deze. Ja, helemaal mijn ding qua kleur. Dit merk heet trouwens Messauda. Daar heb ik wel meerdere kleurtjes van. Oh ja, ook heel mooi. En deze. Ook heel mooi. Deze. Is dan misschien... Ja, deze lijkt heel erg op die andere. Is echt voor mij te oranje-achtig. Die doe ik weg. Dat staat me gewoon niet fantastisch. Deze, waar is die ook weer van? Oeh ja, die is echt veel te bruin voor mij. Van Morphe is die trouwens. Deze van Becca. Is echt een van mijn favorieten. Tulip. Niet meer verkrijgbaar. Eeuwig zonde, maar heel mooi. Dan deze van Catrice. Ja, die doet me niet zoveel. Die kan dan weg. Zit deze nog dicht? Jup. Nou, die mag dan ook wel dicht blijven. Deze van Charlotte Tilbury. Oeh. Die hou ik even apart. Net als deze. Die lijken erg op elkaar. Deze is ietsje bruiniger. Ik kijk even wat er verder nog tussen zit aan roodachtige tinten. Deze is ook wel heel mooi voor de herfst. Ja. Dit vind ik ook echt super leuk. Ik moet dat echt vaker dragen, man. Dat soort kleuren. Want ik vind dat zo tof. En dat staat ook heel mooi bij mijn groene ogen. Deze. Ja, mooie nude kleur. Maar niet te bruin. Deze vind ik dan misschien wel net iets te bruinig. Doe ik die weg. Deze. Nou. Niet echt... Voel ik niet echt iets bij. Deze van Bare Minerals. Ja, heel mooi ook. Die wil ik wel houden. Nog eentje van Nabla. Ja, kijk, dit is dus een matte rode kleur. Dus die hou ik wel. Deze van Lord & Barry. Een van mijn go-to lipsticks. En dan heb ik er hier nog eentje van Messauda. Echt een go-to kleurtje voor mij. En nog deze van Charlotte Tilbury. Ja, vind ik ook wel erg mooi. Deze is ook bruinig, maar die heeft een paarse ondertoon. Dus dat vind ik, dan kan ik net wat beter hebben. Ja, dan deze twee. Ja, deze is toch wat meer mat. Dus dat vind ik fijn voor een zo'n donkere tint. Ik denk dat ik deze iets te shiny vind. Maar ik vind hem wel heel mooi. En ik heb anders geen donkere rode kleur meer. Ja, ik hou hem. Oké, ja, misschien moet ik die ene die dicht zit gewoon weggeven dan. Ja, huppakee. Misschien moet ik nog één keer door de lipsticks heen. Deze is een beetje bruinig. Ik doe even alles wat ongeveer dezelfde tint heeft bij elkaar. Ja, ik denk dan toch dat ik deze te oranje vind die hier is als deze.
Dus die doe ik toch weg. Ja, het zijn toch wel echt allemaal andere kleurtjes hoor, jongens. Dit is best oké, vind ik. En even voor jullie totaalbeeld. Dit is dus alles wat weggaat. En het is echt een hele flinke berg. En niet te vergeten de lippies. Jongens, hoe heerlijk zou het zijn als ik gewoon één kastje, deze dus, aan make-up heb en verder niet. Dan moet ik het wel even anders gaan indelen, maar ik denk dat dat echt wel moet kunnen. Als ik dit nou gewoon allemaal hierbij doe en alle lipproducten hieronder, dan ga ik even doen. Oh yes, ik ben zo blij. Het is gelukt om al mijn make-up in dit kastje te krijgen. Realiseer je even dat dit kastje helemaal vol zat met make-up. En deze la en die la ook helemaal vol. Die zijn dus nu helemaal leeg. En ik heb dus zoveel weggedaan dat alles nu alleen maar in dit kastje past. En ik vind het zo fijn. Behalve echt mijn everyday producten, die liggen in de badkamer. Maar dat zijn echt 4 producten of zo. Oké. Allereerst de la met mijn gezichtsmake-up producten. Ja, jammer dat hier geen divider in zit. Dat is het enige waarvan ik denk, maar goed, dit ligt hier op zich prima. Mijn creams, mijn poedertjes. Ja, I love it. Gewoon overzicht, heerlijk. Dit is een beetje een rommellaadje, want hierachter ligt een beetje van alles en nog wat. Dat zijn allemaal gekleurde lenzen, naalden. Een beetje handcreme, handverzorging-achtige dingetjes. En hier liggen mijn 3 oogschaduwpalettes. Dus ook de enige oogschaduwpaletjes die ik überhaupt heb bewaard. Dan in deze la. Hierin zitten al mijn oogschaduwprimers. Mijn lash glue en al mijn pincet-achtige tools. Hierin zitten mijn wenkbrauwgels en mijn eyeliners. Hierin zitten mijn mascara's. Dit is Nail Care. En dit zijn mijn glitter en liquid eyeshadow-achtige dingetjes. Dit is denk ik wel mijn favoriete laadje geworden. Alle lippenbalsems, alle lippotloden, alle lipglossjes en alle lipsticks. Oh, ik vind dit echt zo fijn. En dan hier heb ik mijn nepwimpers en mijn self-tan dingetjes. Hier heb ik mijn sprays en foundations en primers. En hier heb ik mijn beauty blenders. Mijn poeders en mijn concealers. En that is it. Ik weet zeker dat dit nog minder gaat worden. Want waarschijnlijk realiseer ik me over een paar weken van, oh ja, maar dit gebruik ik eigenlijk helemaal niet. Dat gebruik ik helemaal niet. Het belangrijkste voor mij is dat het niet meer groter mag groeien dan dit kastje. Dit is wat het is en dit is ook wat het moet blijven. Veel weggedaan, hè? Ja, ik zei het toch. Deze Lotte die jullie nu zien heeft dit gisteren gedaan. Dat hele opruimen. En het voelt nu echt al als zo'n grote opluchting. Het is gewoon, ik ga het gewoon niet missen. Trouwens, misschien was het je al wel opgevallen, maar ik draag vandaag keiveel make-up voor mijn doen. Dat komt omdat ik dus net, geloof het of niet, een make-up video heb gefilmd. Voor de liefhebber, omdat het toch een soort van the end of an era is. Niet dat ik hierna nooit meer make-up video's ga maken of dat ik er niks meer over ga delen in mijn vlogs. Maar het voelt toch voor mij ook een klein beetje als het afsluiten van een periode of zo. Die video waarin ik deze look maak en gezellig met jullie klets en oude favorieten gebruik, maar ook
een aantal nieuwe producten test. Die komt volgende week online. Vergeet zeker niet te abonneren als je op de hoogte wil blijven van al mijn nieuwe video's. En heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!